Nou, je ziet toch dat ik zit te bellen? Maar mevrouw, op dit moment staan er in de keuken 3 gevangenen onbeheerd gehakt te draaien. Een momentje nog. Ga zitten, Michels. Voordat je het weet, verdwijnt er een armpje in die gehaktmolen. Dat zal mijn borst wezen. Bent u daar nog? Ja. Ja, dat is dan afgesproken. En de rekening stuurt u maar naar Den Haag. Michels, kijk eens wat ik hier heb. Een brief van justitie. We moeten weer bezuinigen. Wat, mevrouw, alweer? 8 bewaarders worden gekapt. Nee. Zomaar weggesnoeid. Ik heb zo langzamerhand het gevoel dat ik directeur ben van een plantsoenendienst. 8 bewaarders, mevrouw, maar dan zijn we hier totaal onderbezet. Dan lopen straks de gevangenen naar buiten als appelmoes door een vergiet. Precies. De grenzen van het toelaatbare zijn gepasseerd. En weet je wat ik doe? Nee. Ik gooi het in de media. Juist. Nou, is dat wel zo verstandig, mevrouw? Morgen laten wij 15 gevangenen vrij op het binnenhof. Kunnen ze er zelf voor zorgen? Ja, maar mevrouw, dat kunt u toch niet doen? Daar hebben ze totaal geen faciliteiten voor. Dan zetten ze toch in de Tweede Kamer. Die is altijd al half leeg. Ik heb een bus besteld en ik wil dat jij de gevangenen selecteert. Maar mevrouw, realiseert u zich de veiligheidsrisico's? 15 gevangenen in 1 bus, dat wordt een regelrechte ramp. Ja, ik kan niet precies voorspellen wat er morgen gaat gebeuren. Maar rekent u er maar op dat ze de ambulances en de brandweerwagens niet aan kunnen slepen. Je moet niet zo zeuren, Michels. Ja, maar mevrouw... U kent ze niet zo goed. Ze denken maar aan 1 ding. Neurt en ontsnappen. Heeft verleden week nog een touwladder gevlochten van wc-papier. Ja, dat weet ik precies, Michels. En die heb jij in 1 keer doorgespoeld. En het gevolg was dat alle wc's 3 dagen verstopt waren. Dat zit me nog tot hier. Mevrouw, u kent ze niet zoals ik ze ken. Dat is ook zo. En daarom gaan jij en Ter Brugge katen mee als bewaking. Ja, maar mevrouw... Ik wil maar geen woord meer over horen, Michels. Je gaat mee. Als u dat zegt, mevrouw. Maar onder protest. Dat komt dan goed uit, want het is een protestactie. Ja, mag ik? Ga je sneeuw schuiven? Nee, het is een protestbord. Heeft Snoek voor me gemaakt, omdat hij niet mee kan. Ah, en wat staat erop? Als er geen bewaarders meer zijn, dan kunnen de gevangenen ontsnappen. Dat spijt me, dat past er niet op. Ja, dat weet ik toch niet. Ik ben leesblind. Snoek heeft het voor me geschreven. Oh, heb het afgekomen. Ja, zo kan ik het wel op. Ja. Vindt u ook niet, meneer de Bruggekate? Wat is er, Peer? Als er geen bewaarders meer zijn, dan kunnen de gevangenen ontsnappen. Ja, daar zit wat in. Maar jij zou toch nooit ontsnappen? Nou, ik ben al 10 jaar niet meer naar het dolfinarium geweest. Nee, maar vandaag gaan we fijn een dagje uit naar het binnenhof. Ach, komt u nou toch alsjeblieft in de Ter Bruggekade. We worden gewoon gedumpt. Het is een ordinaire storting zonder vergunning. Doe nou niet zo negatief, Faber. Jij mag vandaag een fundamenteel democratisch recht uitoefenen. Hoe dan? Nou, jij mag meedoen aan een demonstratie. Ach, kom nou toch. Als ik een demonstratie wil geven, hou ik wel een lingerie party. Ja, zo is dat genoeg. Mannen, opgelet. Ik heb hier de lijst met namen van meneer Michels. Ik streep jullie namen af. En dan lopen jullie in de binnenplaats en maken geen bende van, hè? Begrepen? Tol. Tol. Ukkels. Ukkie. De Beuken. Beukie. Torrenaar. Torrie. Hé, wacht eens even, Alex. Jij staat niet op de lijst. Jij gaat niet mee. Jawel, ik ga in plaats van Torrenaar, want die heeft geen zin. Hoezo? Want die kan niet, want hij heeft zijn hoofd gestoten. Ja. Ja? Ja, aan de tafel, in de douche. De wastafel in de douche. Ja. Want hij had zijn zeep laten vallen en daar gleed hij over uit. En toen hij opstond, toen heeft hij zijn hoofd gestoten. Ah, ik vind het wel een erg onwaarschijnlijk verhaal. Ja, nou, dat zeg ik ook tegen Torrenaar. Maar weet je wat het volgens mij is? Volgens mij heeft hij gewoon geen zin. Hij is een supporter van FC Utrecht en die hebben een bloedhekel aan Den Haag. Ja, lopen maar, hè. Roos! Roos! Mag ik bij het raam zitten? Ik word anders zo misselijk. Faber? Faber! Oh, dat ben ik zelf. Hermsen! Van Horen!
knallen. Oh, de burgerkater laten we alsjeblieft opschieten. Dat zijn de gevangenen. Ik dacht dat ze bij u waren. Wat? Hoe kom je erbij, man? Ze zouden onder jouw begeleiding plaatsnemen in de bus. Als ze niet bij u zijn, dan zijn ze weg. Wat heb ik je gezegd? Een ramp. Ga met 15 gevangenen op pad en het wordt een ramp. Als je met gevangenen werkt, zijn er maar 2 dingen zeker. Het zijn gevangenen en je kunt ze niet vertrouwen. Ze komen vanzelf wel weer terug. Vanzelf? Misschien als ik even klop. Als je wat? Dat deden we vroeger altijd. Als wij terugkwamen van school uit. Gadverdamme! Uit je bliet toch over mijn brood heen? Sorry, ik ben verkouden. Wat is met elkaar op mijn brood? Meneer de burgerkater, kan ik niet achterin zitten? Ik bedoel, ik weet niet wie de verantwoordelijk is voor de tafelschikking, maar ik heb geen zin om de hele weg langs de besmet aan te zitten. Niet zo zeuren, Faber. Het is nog maar 3 kwartier. Ik ben benieuwd hoe het wordt, hè? Nou ja, we zijn er zelf bij, dus we zullen het wel zien. Nou, ik vind het allemaal onzin, die demonstraties. Van mij mogen ze die politici naar huis sturen. Die steken toch geen poot uit voor de gewone man. Demonstraties zijn belangrijk. Ze zijn heel belangrijk. Door alle jaren heen is het beter dat demonstraties belangrijk zijn. Nou, vroeger, ja, toen. Toen was het belangrijk, maar nu is het toch niet meer nodig. Vroeger was het ook een klote zooi. Maar vroeger toch niks aan deze hele massa. Ik woonde in een onverklaarbare woning. In een woning waar je niet in mag wonen. Ik word hier weer goed, man. Water kwam met de wanden, water kwam met de plafond, water kwam met de vloer. Behalve de kraan kwam geen water. Mijn schoonzuster uit Almerehaven, die had een wieg die lekte. Hoe kan een wieg lekken? Wat voor een wieg is dat dan? Het was een reiswieg. Oh, er was een kat was erin gekropen en toen was het onderaan was het zo gaan lekken. Maar toen is ze teruggegaan naar de winkel en toen kreeg ze 3 zakken kattengrind. Ik word niet goed! Wat heb die reiswieg met die wieg? Ja, het is interessant, dan zijn we 5 minuten om. Wat is dat nou? De vliegel die doen! Ze vliegen op de neus! Zitten blijven, iedereen blijft zitten waar hij zit! Probeer knoeg of harder! Zo is het genoeg! Hoi. Op jullie plaats! Mevrouw, ik ben katholiek! Chauffeur, wees wat harder! Mevrouw, ik ben zo alleen! Dat die nonnen ons achtervolgen. Achtervolgen? Houdt u daar een rekening mee? Bij een gevangenentransport? Nou, natuurlijk, man. Er komen meer misdadigers op af dan een vlieg op een hoenderrol. Heb je dan het witte busje niet gezien? Wit busje? Welk wit busje? Het witte busje. Zit er een 30 minuten achter ons aan. En dat zeg je nu pas? Chauffeur, we gaan hier rechtsaf. Rechtsaf, nu! Oké, mannen, we houden een sanitaire stop. Nou, dat zal tijd worden, zeg. Waar gaan we heen? Arm. Alsjeblieft, waarom? Ik denk toch zeker niet dat ik voor u zomaar vrij rond had lopen, hè? We zijn niet op de apenhul. Geef me aan. Ik als arm. Arm. Ik heb op enig geen behoefte meer. Nou, ik wel. Ik sta op knappen. Als je maar wel rekening met de wind houdt, dan mag het dan, hè? Mie? Ja. Nee, Faber, wacht nou even. Moet je nog meer? Dit is onze enige kans. We slaan de bruggenkater neer en we gaan er vandoor. Maar waar wil je naartoe? Naar het land van 1001 nacht. En dan neem ik een complete harem en dan richt ik iedere avond een compleet feestmaal aan. 1001 gerechten waar je hierheen verkrijgt? Dat zou je bedoelen? Je kan er niks beginnen met wie je doet.
Nou, zakkenrollen. Dat heb ik in de gevangenis geleerd van Henny met de handjes. Die zei nog tegen me, hij zegt, als je dat ouderwetse vakmanschap onder de knie hebt, dan kan je overal in de wereld terecht. Ach, kom dan toch. Als ze je daar betrappen in Irak, hakken ze je broodje in van je arm. Deze kant. Maar ik moet niezen. Hé, hey, wat is dat? Hé, hey. Daar heb je er nog twee! Dat is Faber. Wat doe je hier? Donderop, ga terug naar die bus. Nee, daar hebben we geen tijd voor. Goed, dan nemen we ze mee. Oké. Nee. Kan het maar, hè? Kan het maar, hè? Goed vallen. Allemaal! Wat is er nou? Moest dat nou? Wat? Ze zeggen waar we heen gaan. Waar maakt dat nou uit? Maar jullie konden wel mooi mee. Meeluisteren en nou kunnen jullie ons vervolgen. Jullie kunnen ons verraden en dan moeten wij jullie wel vermoorden. Raaf niet zo door, ma. Nee. Wel afgesproken, dan zouden we geen dooien vallen. Geen. Kop dicht. Wat nou? Kop dicht. Hou zelf je kop dicht. Hé, hou jij je mond dicht, hè? Niet zo schreeuwen tegen moeder. Ach, ze is toch zelf begonnen? Hè? Ze moet niet denken dat ze hier een beetje de baas kan spelen. Zij heeft wel in de eentje deze ontsnapping geregeld. Nou, dat is nogal wat, maar ze gaan allemaal fouten maken. Ja. De gehaktballen zijn ook al niet tevreden. Wat de gehaktballen? Ja, wat is er mis met de gehaktballen? Nou, die zijn zo hard. Die krijgen alleen dan midden met een cirkelzaag. Wat een ellendig rotkarakter jij hebt, zeg. Ja, nou, en ik was vergeten wat voor een ellendige rotmoeder zij is. Ja, zo is het dan genoeg! Ach, Bax! Hé, ma! U ook, hè? Hé, ma, waar gaan we naartoe? Kijk, daar word ik wel zo neurotisch van. Van stotteraars. Nee, van de... Nonne! Alsjeblieft, meneer, kom op nou. Is het nou? Welke kant wil je op? Ja, waar is de grens? Wat speelt dat dan voor een rol? Welke kant wil je op? Ik word er langzaam ziek, man. Dit is onze kans, Faber. Wat de kans? Als je anderhalf jaar wacht, dan ben je een vrij man. Kun je gaan en staan waar je wil? Ik heb geen zin om anderhalf jaar te wachten. We kunnen naar het dorp gaan en laten we ons losknippen. Nou, en dan gaan we ieder onze eigen weg. Goed, Valk! Goed, Valk! Ja, luister, voordat we ons laten losknippen, wil ik eerst even een lekkere kennisgedag zeggen. Oh ja? Ken jij dan iemand in het dorp? Dag, lekker blondje van me. Dat is ook weer een tijdje geleden, hè? Nou, proost. Hè? Mag ik nog een dubbele? En hij ook een dubbele. Hey, wat doe je nou, man? We hebben helemaal geen geld meer. Maar toch even je kop. Heb je geen geld? Kijk eens wat er staat. De rijkste geldvloed van de buurt, volgens mij. Wie is dat, jouw baas? Oh, dat is ome Daan. De rijkste veekoopman van de buurt. Alsjeblieft. We gaan hem even gedag zeggen. Ja. Daar komen we dan. Maar ik loop hier niet vreemd.
Ja, zo loop ik al jaren. Ja, zo ben ik begonnen, hè. Ja, als kind hebben ze me dat geleerd. En dan begint s'morgens links, rechts, pootje voor, links, rechts, links. En als ik dan s'morgens rechts begin, dan is het rechts, links, rechts. En wat zou je er nou weer tegen met elkaar? Ja, u moet er niet over praten. Wij zijn een Siamese tweeling. Ja, maar dat is dat wees. Dat is ook een Siamese. Ja, ik heb het door. Ik kan erin komen, ja. Zo, daar staat onze dubbele. Nou, die zal er maar niet gaan. Mag ik even afrekenen? Ach, zou je deze portefeuille even terug willen geven aan die oude baas? Dat is hij verloren en die lag bij zijn voeten. Ja. Mag ik even bellen? Zo. Ja. Dat knalt met een klap naar beneden, zeg. Ik geloof dat ik niet meer zo goed tegen kan. Ga er niet zitten klagen, alsjeblieft. Wees blij dat je wat hebt. Het is alweer op. Geeft u hem nog een dubbele, mevrouw? Hallo? Mag ik even verbonden worden? Faber is de lul. De deze week aangekondigde bezuinigingen in het Nederlandse gevangeniswezen leiden tot chaotische toestanden. Als gevolg. Mevrouw, een ramp! Ik zal niet zeggen, ik heb het gezegd! Stil nou, Michels, we zijn op tv! Laat me raaien! Dat hele gedoe is in scène gezet door Bananensplit! Nou, ik lach me dood! Ophouden, Michels! Er zijn 3 gevangenen er vandaag in geslaagd in de buurt van Amersfoort tijdens een gevangenentransport te ontsnappen. Een van hen werd enkele uren later aangehouden bij de Duitse grens in gezelschap van 2 nonnen. En bij ons in studio hebben we nu de 2 andere gevangenen die zich vrijwillig overigens bij ons hebben gemeld. Dat zijn Herman Onnofaber en Herman Ikkels. Welkom hier. Meneer Faber, u heeft vandaag kunnen ontsnappen door een schrijnend tekort. Heeft u misschien iets te drinken? Oh, maar natuurlijk. Ik wil even een glaasje inschenken. Ja, dank u. Uw collega ook? Nee, hij heeft genoeg. Hè. Oh, nou. Ik bedoel eigenlijk een korte klap. Een korte klap? Ja. Misschien kunnen we dat even tot na de uitzending bewaren dan. Ja, zeker. Die korte klap. Ja. Maar zeg, u hebt... Ik ben een man alleen, hè. Ik ben doorgegaan met een schilder. Ja. 5 jaar geleden. Ja. Dus je komt voor mij nog wel een grof over. Dan. Ja, nou, ik weet, ik hoop niet dat hij nou zo heel veel met de ontsnapping te maken heeft. Hè? Nee, dat is waar. Maar u hebt kunnen ontsnappen door middel van een tekort aan penitentiair inrichtingswerkers. Wat zegt u? Nou ja, door mensen die in de gevangenis... De etterbakken. Ja. Nou, er is dus een tekort aan, laten we dan maar zeggen, etterbakken. Nou, kijk, dat was het juiste plan van onze directrice. Dat heeft zij helemaal bedacht. Kijk, zij wilde de minister van Justitie... Heers Balin? Die wilde zij attentiseren op het feit dat er een tekort was aan etterbakken. En toen heeft ze mij gevraagd, als oud-gediende, want ik ben recidivist... Heeft ze verder... Faber, zou jij zo willen vriendelijk zijn om te ontsnappen? Dus het was een plan? Ja, dat is helemaal bedacht. Kijk, en de hoogste pier, dat was meneer Michels, die wist er niks van. Maar ja, dat is niet mijn... Dat is een eer op demonstrandum, zeg maar. Zo zou je kunnen noemen, een soort demonstratie. Zeg dat het niet waar is! Zeg dat het niet waar is! Het is niet waar, Michels. Maar het is wel leuk bedacht. Wat een hoefde spot met het hele Nederlandse rechtssysteem. Ja, zeg nog niks meer, Michels. Ik zit te kijken. Pak jij hem even op? Ja, mevrouw. Maar de beslissing van het ministerie van Justitie... Ja, met wie? Om voor te bezuinigen op het bewaren... En meneer Hibbeling voor u, het is dringend. Ja, goedenavond. Het is de minister. Ja, ik zit te kijken, ja.
Vindt u? Met het financiële gesol kenbaar. Ja, ik dacht, ik gooi het in de media. Ja, het was mijn plan. Maar mevrouw, dat is toch niet... Vrouw, dicht niet. Ik wist niet dat u zo'n gevoel voor humor had. Ja, ja. Chocolade. Meent u dat nou? Een aantal van hen wilde bewijzen. Oh, maar dat is geweldig! Dank u wel, meneer Hibbelik. Hier is wel in. Opgehangen. Mevrouw, u heeft toch niet gezegd dat. Dat. Jij mag vader wel bedanken, Michels. Dankzij hem hou jij je baan. Ik begrijp inmiddels dat de ontsnapping onderdeel is geweest van een plan. En dat u zich daarom ook heeft aangegeven. Maar hebt u nou niet één moment vandaag gedacht van... nou ja, ik ga eigenlijk maar naar huis, want u was tenslotte vrij. Vrijheid zit in je hoofd. Kijk, Ebene Michels heeft de sleutel. En wat vindt u daarvan, meneer Ukkels? Je ziet toch dat ik zit te bellen? Maar mevrouw, op dit moment staan er in de keuken 3 gevangenen onbeheerd gehakt te draaien. Een momentje nog. Ga zitten, Michels. Voordat je het weet, verdwijnt er een armpje in die gehaktmolen. Dat zal mijn worst wezen. Bent u daar nog? Ja. Ja, dat is dan afgesproken. En de rekening stuurt u maar naar Den Haag. Michels, kijk eens wat ik hier heb. Een brief van justitie. We moeten weer bezuinigen. Wat, mevrouw, alweer? 8 bewaarders worden gekapt. Nee. Zomaar weggesnoeid. Ik heb zo langzamerhand het gevoel dat ik directeur ben van een plantsoenendienst. 8 bewaarders, mevrouw, maar dan zijn we hier totaal onderbezet. Dan lopen straks de gevangenen naar buiten als appelmoes door een vergiet. Precies. De grenzen van het toelaatbare zijn gepasseerd. En weet wat ik doe? Nee. Ik gooi het in de media. Juist. Nou, is dat wel zo verstandig, mevrouw? Morgen laten wij 15 gevangenen vrij op het binnenhof. Kunnen ze er zelf voor zorgen? Ja, maar mevrouw, dat kunt u toch niet doen? Daar hebben ze totaal geen faciliteiten voor. Dan zetten ze toch in de Tweede Kamer. Die is altijd al half leeg. Ik heb een bus besteld en ik wil dat jij de gevangenen selecteert. Maar mevrouw, realiseert u zich de veiligheidsrisico's? 15 gevangenen in 1 bus? Dat wordt een regelrechte ramp. Ja, ik kan niet precies voorspellen wat er morgen gaat gebeuren. Maar rekent u er maar op dat ze de ambulances en de brandweerwagens niet aan kunnen slepen. Je moet niet zo zeuren, Michels. Ja, maar mevrouw... U kent ze niet zo goed. Ze denken maar aan 1 ding. Nu ontsnappen. Van de Zeevleugel heeft verleden week nog een touwladder gevlochten van wc-papier. Ja, dat weet ik precies, Michels. En die heb jij in 1 keer doorgespoeld. En het gevolg was dat alle wc's 3 dagen verstopt waren. Dat zit me nog tot hier. Mevrouw, u kent ze niet zoals ik ze ken. Dat is ook zo. En daarom gaan jij en Ter Brugge Katen mee als bewaking. Ja, maar mevrouw... Ik wil daar geen woord meer over horen, Michels. Je gaat mee. Als u dat zegt, mevrouw. Maar onder protest.
Dat komt dan goed uit, want het is een protestactie. Ja, mag ik? Zo, dankjewel. Ga je sneeuw schuiven? Nee, het is een protestbord. Heeft Snoep voor me gemaakt, omdat hij niet mee kan. Ah, en wat staat erop? Als er geen bewaarders meer zijn, dan kunnen de gevangenen ontsnappen. Dat staat er lang, dat past er niet op. Ja, dat weet ik toch niet. Ik ben leesblind. Snoek heeft het voor me geschreven. Oh, heb het afgekomen. Ja, zo kan ik het wel op. Vindt u ook niet, meneer de Bruggekater? Wat is er, Peer? Als er geen bewaarders meer zijn, dan kunnen de gevangenen ontsnappen. Ja, daar zit wat in. Maar jij zou toch nooit ontsnappen? Nou, ik ben al 10 jaar niet meer naar het dolfinarium geweest. Nee, maar vandaag gaan we fijn een dagje uit naar het Binnenhof. Ach, komt u nou toch alsjeblieft met de Bruggekade. We worden gewoon gedumpt. Het is een ordinaire storting zonder vergunning. Doe nou niet zo negatief, vader. Jij mag vandaag een fundamenteel democratisch recht uitoefenen. Hoe dan? Nou, jij mag meedoen aan een demonstratie. Ach, kom nou toch. Als ik een demonstratie wil geven, hou ik wel een lingerie party. Ja, zo is dat genoeg. Hè? Mannen, opgelet. Ik heb hier de lijst met namen van meneer Michels. Ik streep jullie namen af. En dan lopen jullie naar de binnenplaats en maken geen bende van, hè? Begrepen? Tol. Tol. Ukkels. Ukkie. De Beuker. Beukie. Torrenaar. Torrie. Hé, wacht eens even, Alex. Jij staat niet op de lijst, jij gaat niet mee. Jawel, ik ga in plaats van Torrenaar, want die heeft geen zin. Hoezo? Want die kan niet, want hij heeft zijn hoofd gestoten. Ja. Ja, ja, aan de tafel, in de douche. De wastafel in de douche. Ja. Want hij had zijn zeep laten vallen en daar gleed hij over uit. En toen hij opstond, toen heeft hij zijn hoofd gestoten. Ah, ik vind het wel een erg onwaarschijnlijk verhaal. Ja, nou, dat zeg ik ook tegen Torrenaar. Maar weet je wat het volgens mij is? Volgens mij heeft hij gewoon geen zin. Hij is een supporter van FC Utrecht en die hebben een bloedhekel aan de naam. Ja, geloof het maar, hè. Roos! Roos! Mag ik bij het raam zitten? Want ik word anders zo misselijk. Faber? Faber! Oh, dat kan ik zelf. Hermsen. Van Horen. Schnabel. Nou, de Bruggekater, laten we alsjeblieft opschieten. Dat zijn de gevangenen. Ik dacht dat ze bij u waren. Wat? Hoe kom je erbij, man? Ze zouden onder jouw begeleiding plaatsnemen in de bus. Als ze niet bij u zijn, dan zijn ze weg. Wat heb ik je gezegd? Een ramp. Ga met 15 gevangenen op pad en het wordt een ramp. Als je met gevangenen werkt, zijn er maar 2 dingen zeker. Het zijn gevangenen en je kunt ze niet vertrouwen. Ze komen vanzelf wel weer terug. Vanzelf? Misschien als ik even klop. Als je wat? Dat deden we vroeger altijd, als wij terugkwamen van school uit. Gadverdamme! Uit je vliegt toch over mijn brood heen? Sorry, ik ben verkouden. Wat is spat uit elkaar op mijn brood, meneer de Bruggekater? Kan ik niet achterin zitten? Ik bedoel, ik weet niet wie je verantwoordelijk is voor de tafelschikking, maar ik heb geen zin om de hele weg langs de mis met haar te zitten. Niet zo zeggen, Faber. Het is nog maar 3 kwartier. Ik ben benieuwd hoe het wordt, hè? Nou ja, we zijn er zelf bij, dus we zullen het wel zien. Nou, ik vind het allemaal onzin, die demonstraties. Van mij mogen ze die politici naar huis sturen. Die steken toch geen poot uit voor de gewone man. Demonstraties zijn belangrijk. Ze zijn heel belangrijk. Door alle jaren heen is het bewezen dat demonstraties belangrijk zijn. Nou, vroeger, ja.